Ja, volgens mij is het wel algemeen bekend dat ik heel erg van vechten hou. En de keren hiervoor zou ik worden opgepakt voor mishandeling. En nu met handschoenen aan mag ik BN'ers in elkaar slaan op televisie. Dus je mag los? Voor mij was de vraag niet heel moeilijk. Dus ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. Waarom doe je mee aan zo'n programma? Ja, dat is heel apart. In België, ik woon in België, er is het al eens geweest. En ja, daar heb ik het gezien. En ik heb ooit eens meegedaan aan zo'n schaatsprogramma. En daar had ik altijd het gevoel bij, als ze me daar ooit voor vragen, dan zeg ik ja. En ik had eigenlijk hetzelfde met dat box. Ik zag dat op tv en ik denk ja. Yeah, so when they asked me, I mean, my first reaction was, well, I love the way boxers train. It's always been something I was interested in. So I'd like to test myself like that. But I had to think about it for a while, because actually getting in the ring with someone and throwing punches and have punches thrown at me, that's what I wasn't so sure of. Hij zit in het programma, maar ik zou wel tegen Keizer willen. Ja? Omdat ik weet niet, ik dan ga ik mezelf niet onderschatten, want straks gaat het echt gebeuren. Maar dat lijkt me wel een heftige pot. En ik denk dat ik dat, als ik die win, dan kan ik wel even zo doen, denk ik. De klappen die je hier krijgt zijn niet harder dan de klappen die je bij het wielrennen hebt opgevangen. Dat weet ik niet. Wielrennen, dan ga je soms zo hard onderuit. Dan voel je je veel slechter als dat je een paar rondjes hebt gespart. Ja, ik heb zelf ook best wel lang gebokst en ergens in mij zit gewoon wel een pro, voel ik. Dus ik dacht, volgend jaar word ik misschien wel een kandidaat en dan ga ik mee de ring in. Want net ook toen Michelle met Amanda en Fitty had, voelde ik ook meteen mijn bloed koken. Nee, en dan... maar jij ging meteen sussen. Boksen is een hele goede uitlaatklep en het is mentaal is echt geweldig. Ik heb ook wel echt zoiets van, na dit avontuur wil ik wel gewoon 2 dagen in de week blijven boksen. Is dat lastig om in shape te blijven als je vader, kerstverse vader bent? Nou ja, met een zoontje van 7 maanden is het inderdaad, verschuiven de prioriteiten wel een beetje van, zelf fit worden naar zorgen dat je kleine fit is. Maar nu train ik gewoon weer elke dag en ik heb geluk dat de Iron thuis me daar goed in ondersteunt. En familie en vrienden die gelukkig af en toe ook op de kleine kunnen passen. En daardoor kan ik alle training inpassen. Tegen wie neem je het ook alweer op? Tegen de eerste wedstrijd Danny Vroger, gelijk 31 oktober. De eerste uitzending is dat, dat gaat spannend worden. Boxing Stars, woensdag 31 oktober live bij RTL 5.